Vandaag hebben we weer twee dingen, jongens. Stukje strength in de workout. Strength bestaat uit twee oefeningen. En we gaan hem gelijk een beetje aanpassen. Er staat 12 shoulder taps. Die gaan we iets omhoog brengen. We gaan naar 20 shoulder taps. Omdat het qua tijd gewoon ietsje beter uitkomt. En we het ook niet te makkelijk moeten maken voor jullie. Dus wat we gaan doen, elke 2 minuten voor 10 minuutjes. Dus 5 rondes eigenlijk. Gaan we 6 lunge plus bend over row. Dat betekent dat we eerst een lunge met rechts doen, een lunge met links, gevolgd door 1 bend over row. Dat doen we 6 keer achter elkaar. En we eindigen die ronde dan met 20 shoulder taps binnen die 2 minuten. Dus stel, ik doe er 1 minuut en 10 seconden over. Heb ik de resterende tijd tot aan de 2 minuten gewoon rust voor we een nieuwe set doorgaan. Dat doen we dus 5 keer. 10 minuutjes werken voor we naar de workout gaan. En dat zijn 3 M-reps van 6 minuutjes. Oefeningen blijven steeds hetzelfde, maar de aantallen van de oefeningen gaan op een gegeven moment iets veranderen. In de eerste 6 minuten, ik ga even wat dichterbij zijn, ik kan het goed lezen, gaan we naar 10 bend over rows. Gewoon met een gewicht, mooi gecontroleerd. Heb je wat lichter gewicht, kan je single arm bend over rows doen. Wat zwaarder gewicht, gebruik je beide handen. Dan doen we de ground to overhead. Kies je 2 opties, snatch of de clean and jerk. Ik zou voor de snatch gaan. En we eindigen met een beetje een gekke. Een up-down gecombineerd met een mountain climber. Zal ik straks laten zien hoe die gaat. In de eerste 6 minuten gaan we zoveel mogelijk rondjes maken van die 3 oefeningen. Krijg je 1 minuut rust, gaan we weer 6 minuten in. De aantallen van de eerste 2 oefeningen gaan omlaag. Maar die van de up-down mountain climbers blijven gewoon hetzelfde steeds. Ja? Derde M-rap, wederom 6 minuten. Aantallen iets omlaag, behalve die van de up-down mountain climber. 18 minuten werk is best wel lang, jongens. Dus we gaan gewoon lekker een relaxed tempo vinden die we vast kunnen blijven houden. Maar voor we aan het alles gaan beginnen, gaan we even lekker relaxed opwarmen. We beginnen zo met een minuut lang jumping jacks. Vaak gedaan, staande. Ja. Ja, dit is helemaal goed, joh. Maar als je op een gegeven moment denkt, dit gaat niet, dan stop je gewoon lekker. Ja? Minuutje jumping jacks, jongens. Hebben we natuurlijk vaak gedaan. Gewoon lekker relax, full body warming up. In de resterende tijd van de 5 minuten klok die we aan hebben staan, hebben we weer 3 oefeningen. We gaan naar suitcase lunges. Dus je hebt een gewichtje nodig. En een suitcase lunge is dat jij het gewicht aan de zijkant vasthoudt, alsof je een koffer vast hebt. En vanuit hier ga je lunges maken. Voor jou, Rosine, doe ze lekker achterwaarts, zodat het voor de knie wat fijner is. Dan doen we een curl to press. Ook dit is een beetje een gekke. Je pakt het gewicht vast. Zo'n beetje vanaf de zijkant laten zien. Ik maak een bicep curl. Gevolgd door een press. Terug naar beneden. En we maken die bicep curl ook weer af. Daar doen we er 10 van. En we eindigen hem met de up-down. Lekker heel relaxed, hoeft niet snel. We gaan gewoon rustig warm worden. Oké, jongens, mogen jullie klaarstaan? En dan gaan we even kijken in 3, 2, 1. En here we go. We beginnen met het minuutje. Jumping jacks. Heel goed, gewoon lekker heel relaxed. De laatste 10 seconden. Goed. Mag je gewicht erbij pakken? Dan gaan we naar de suitcase lunge. Ik kan in de eerste ronde zeggen, ik doe alles met één kant. Of je wisselt halverwege naar 5 herhalingen.
de 10 van gedaan. Gaan we naar de curl. To press. Netjes. Zo. We hebben daar 10 van gedaan. Dan gaan we naar 10. Up downs. Gewoon lekker heel relaxed. Het is nog steeds een warming up. Goed jongens, nog een kleine 2 minuten te gaan. De laatste minuut gaat in. Een klein beetje die pomp gaan voelen van die curl to press. En daarna mag je weer die up-downs in. Lijkt heel steady. Laatste paar seconden jongens. 3, 2, 1 en relaxed. Oké. Het strength gedeelte jongens. We gaan lunges combineren met bend over rows. En we gaan shoulder taps doen. Beide lunches gaan we het gewicht alvast vasthouden. Aan jou weer de keuze. Doe ik het in suitcase modus. Koppel het wat je fijn vindt als je gewicht vasthoudt. Wat je doet. Ik doe eerst een lunge aan de ene kant. Een lunge aan de andere kant. Bend over positie. Op die manier ga ik 6 herhalingen doen. Dus 1 herhaling is een lunge met 1 bend over row. Heb ik dat gedaan? Ik ga naar de shoulder taps. Ik kom op handen en voeten als een mooi plank. Ik kan mijn voeten ietsjes breder vastzetten. Vanuit hier ga ik heel gecontroleerd om en om mijn schouders aanraken. Voorkom dat je dit wil gaan doen. Dus je heupen en je bovenlichaam blijft gewoon mooi steady. Waardoor je heel hard moet werken met die buikspieren om goed stabiel te blijven. Ja? 20 stuks jongens, dus in plaats van 12 gaan we naar die 20. Ja? Zeker die eerste paar rondes, kijk hoe het gaat.
Neem lekker je tijd. Je zal waarschijnlijk ruim een half minuut over hebben per ronde. Dat is meer dan genoeg om lekker bij te komen. Goed. Gaat ie met je, Jan? Top. Mooi zo. Oké, jongens. 10 minuutjes werken. En dan gaan we in 3, 2, 1. En here we go. Lunge links of rechts. Lunge met je andere been. Bend over row. En let bij die bend over row mooi op. En mooi voorover komen, rechte rug houden. En je trekt het gewicht richting de buik. Richting je navel. Nou goed. Heb je 20 shoulder tests gedaan? Krijg je lekker je rust. Nog een goede halve minuut. En 20 is precies zo'n lekker getal, jongens. 12 is net te weinig geweest. Merk je nou op een gegeven moment dat je niet meer gaat redden qua tijd? Kun je altijd terug switchen naar die 12. Oké, 10 seconden, gaan we naar een nieuwe set. In 3, 2, 1, en here we go. We beginnen weer met lunge. Lunge. Bend over row. Deze hoeft niet snel, jongens. Ga gewoon om een kwalitatief goede beweging. En ook met die shoulder taps, voeten wat breder. Rustig, één voor één. Zo, netjes. Twee rondes gehad, om 3 te gaan. Oké, jongens, goed. 10 seconden. In 3, 2, 1, en here we go. Je kan ervoor kiezen om ook achterwaarts je lunge te doen. Zeker als je een beetje last hebt van je knie.
Zo. En weer gelijk die shoulder taps in, jongens. Zo, goed bezig. Dat is goed, jongens. Oké, 20 seconden. Setje nummer 4 komt eraan. En hou diezelfde kwaliteit van beweging, jongens. Ga niet steeds sneller werken. Get ready. In 3, 2, 1. En here we go. Weer mooi steady. 2 lunges maak je met een bend over row. Ja, het ziet er goed uit, jongens. Hou hem lekker steady. Zo. Dank je, Jan. Nou, we beginnen zowaar te zweten. Ondanks de koude box. Oké, een half minuutje. Gaan we de laatste set in. Zo. Oké. Ready, jongens? En dan gaan we weer. Kom maar, het is de laatste set van vandaag voor het strength gedeelte. Houd de kwaliteit, zoek die spanning goed op. En die bend over row, ellebogen mooi langs het lichaam omhoog. Voel om wat je ze naar buiten brengt. Yes. Dan die laatste shoulder taps. Blijf mooi zo'n plank. Goed die buikspieren aanspannen. Voorkom dat die heupen gaan bewegen. Zo, klasse. Met je gezien, laatste stukje. Oké. Laten we de tijd heel even doorlopen tot 10 minuten. Kunnen we even kort bijkomen.
Laatste 10. Drie, twee, één. En rust. Alright. De workout, jongens. 3 keer 6 minuten. Dus we gaan wat langer werken vandaag. We krijgen steeds maar 1 minuutje rust. 3 oefeningen. Die blijven hetzelfde nogmaals. Alleen de aantallen worden iets anders. Naarmate we verder komen in die M-reps. De eerste, de bend over row. We hebben het net gedaan in het strength gedeelte. Let er goed op. Voorkom dat je heel erg door die benen zakt op deze manier. Maar juist die heupen naar achter brengt. Dus ik voel ook meteen spanning in die hamstrings. En vanuit hier trek ik het gewicht meer richting de navel. En niet zozeer richting die borst. Dus we willen het gewicht laag. Je richting die navel net erboven brengen. Om goed spanning in die schouders te voelen. Dan doen we er 10 van. Dan gaan we naar de ground to overhead. De meeste zullen voor een snatch variant gaan. Dat is ook denk ik het makkelijkst. Heb je een enkele dumbbell of 2 dumbbells. Je kan ze allebei gebruiken afhankelijk hoe zwaar die zijn. Ook deze hebben we vaak gedaan de laatste tijd, jongens. Startpositie boven je dumbbell op je kettlebell. Ik zak mooi door de benen. Ik heb een mooie rechte rug. Explosief breng ik het gewicht omhoog. Ik kan halverwege wisselen. Of ik kan zeggen ik wissel op de grond. Voel ik hem weer omhoog brengen. Heb ik nou een groter gewicht? Mag je gewoon beide handen gebruiken? Zijn we oké? Okay? Pak je hem aan beide kanten. Breng hem in een vloeiende beweging boven het hoofd. Ook daar doen we er 10 van. Dan gaan we naar een up-down. Gevolgd met mountain climbers. Dus wat we doen. Ik begin met de up-down positie. Kom in een plank. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. Dus eigenlijk doe je 1 mountain climber per been. Voor je weer omhoog komt op de voeten. Ja, het is een beetje een gekke beweging. We moeten creatief zijn om soms andere oefeningen te bedenken. Dus hij wordt wel leuk, jongens. Dit doen we de eerste ronde, 10 van alles. Tweede emmer van 6 minuten gaan we naar 8, 8, 10. En de laatste 6, 6, 10. Ja? Goed, jongens. Krijg steeds 1 minuutje rust tussendoor om even kort bij te komen. Nee, dat is een goede vraag. Stel, ik heb maar 1 gewicht. Kan je gewoon beide handen mooi het gewicht vastpakken. Zeker als het wat zwaarder is. We willen gewoon kwalitatief goede band over rows doen. En gewoon mooi met beide handen. Ja? Alright. Gaan we beginnen met de eerste 6 minuutjes, jongens. Omdat we het steeds gaan halen voor 6 minuten, vind gewoon een tempo die je gewoon weet goed vast kan houden. En zeker bij de band over row willen we gewoon kwalitatief goed bewegen en niet zozeer supersnel gaan pompen. Ja? Vandaag is niet per se mega hoge intensiteit, is helemaal niet nodig. Goed. Eerste 6 minuten, jongens. We gaan beginnen in 3, 2, 1. En here we go. Goed, 10 bend over rows. Dan gaan we naar de ground to overhead. We hebben daar 10 van gedaan. Up down, mountain climber. En omhoog. Oké.
Yes, mooi Ben op de roos gezien de klasse. Jan, je mag iets meer voorover komen, Jan. Probeer iets meer in die bend-over-positie te komen. Zo ja. Yes, 3 ground over werd gedaan. Up down. Netjes jongens. Zo. Lekker bezig jongens, we gaan bijna de laatste minuut in van deze eerste ronde. Yes, looking good, guys. Come on. Laatste paar seconden. En ontspan. Goed, jullie krijgen 1 minuutje, jongens. Lekker gewerkt. Eerste van de 3 gehad. Kom lekker rustig bij, we beginnen gewoon weer opnieuw. Dus je gaat niet verder waar je bent gebleven. Oké, 15 seconden.
gewoon lekker een beetje hetzelfde tempo aan te nemen als in de eerste 6 minuten. Gewoon steady. Zodat we kunnen blijven bewegen. Get ready guys. And here we go. 8 bend over rows. 8 ground to overhead. Goed. En helaas wel weer 10 up downs met die mountain climbers. Oké, okay, goed jongens. Netjes. Heb je die ground over het af? Ja, is klasse Jan en goed. Zo, klasse. Ga rustig door jongens. Moet de deur even open doen. Yes, lekker bezig. Ruim 4 minuten onderweg. Lekker jongens.
Ja, we gaan die laatste minuut van deze emmer bijna in. Zo, goed 20 seconden. En rust. Goed jongens. Zo, nog één te gaan. Oké. In de laatste 6 minuten gaan we zo naar 6 pen over rows. 6 ground overhead. En 10 up-down mountain climbers. Oké, 10 seconden. We gaan tot minuutje 20 door. Oké, get ready jongens. In 3, 2, 1. En here we go. 6 bend over rows. Says ground to overhead. Goed die heup gebruiken bij de ground to overhead. Yes, lekker jongens. Bijna 2 minuten gehad. Ziet er goed uit. Hou de steady tempo lekker vast. Yeah.
Netjes. Klasse Jan, goed bezig. Dan mogen we weer die up-down zien, jongens. Wat een feest. Oké, laatste anderhalf minuut. Jongens, we hebben nog 50 seconden te werken. Goed, laatste 10 seconden. Drie, twee, één. En dan. Nog gedaan, jongens. Zo, kom heel even rustig bij. Klein slokje water. Oh. Ik zweep kapot. En al die up-downs, hè? Goed. We gaan even afsluiten met een korte yoga-sessie, jongens. Mobility-sessie. Zo. Nog een paar minuutjes. We zijn eigenlijk klaar. Jullie mogen op de billen komen zitten. Yes, goed. Gaat hier één been breng je over het andere been op deze manier. Je pakt je knie vast. Nu trek je richting de borst. En probeer mooi rechtop te blijven zitten, jongens. Als je wat meer stretch voelen. Dus zo kom. Dat je helemaal in je zak. Laatste beetje. En mag je wisselen naar de andere kant. Netjes, probeer lekker op je ademhaling te letten.
Diep in door je neus. Rustig uit via de mond. Dus laatste beetje. Drie, twee, één. Mogen die benen mooi strak blijven wat we doen. Komen rustig naar voren. Ik probeer die tenen aan te raken als het lukt. Misschien worden het de enkels. Vijf. En kom weer eens uit, jongens. Oké, we gaan naar de laatste van vandaag. Ook op handen en knieën komen. Wat je doet, de billen gaan richting de hakken. En je loopt met je handen een beetje naar voren. Child's pose. Even lekker bijkomen. Ik kom hier eens uit, jongens. Zo, goed. Lekker gewerkt. Leuk dat jullie erbij waren, Jan en Rosine. En nou, hopelijk tot van de week een keer buiten, hè? Dat we elkaar in levende lijven, denk ik, kunnen zien.